kader van de ontgroening. Vind je het leuk om te doen? Ja, geweldig. Ben je zelf het slachtoffer of? Nee, helemaal niet. Dus, we zijn met z'n allen zijn we bezig. Fantastisch. Maar ben jij een feut, zoals dat heet? Ja, ik ben een feut. Maar moest je van ze de gracht in? Nee, ik ben er zelf ook in gesprongen. Ik vond, op een gegeven moment liep langs de kant en ik vond het mooi om in de gracht te zijn. Nee, het is echt gewoon een geweldige tijd. Dit. Geweldige tijd? Ja. Maar vind je het niet een beetje vernederend om... Absoluut niet, is toch gaaf? Iedereen lacht om je. Is toch leuk? Is, ja, maar ze lacht jou toch uit, niet? Nee hoor. Nee, maar zelf toch ook lol. Gewoon tegen me. Ik heb zelf de grootste lol in de water. Ik sta nu toch ook te lachen. Ik had liefst mensen erin getrokken. Ja, precies, maar dat mag niet. Nee. Hé, shit, ik ben bij de kakkerfeit, man. Je haalt me. Waar ben je nou mee bezig, jongen? Het is een spelletje, hè, wat we aan het spelen zijn hier. Vlottenrace. Het was de bedoeling dat we, er waren drie vlotten, de bedoeling naar de brug en terug het eerste kratje aantikken. En het is de bedoeling van de ene ploeg de andere ploeg in te weerhouden. En zoveel mogelijk troep maken en iedereen slopen. Dat was de bedoeling. Hoe bevalt de ontgroening? Het is af en toe wel zwaar, even afzien, maar er zitten ook veel leuke dingen bij. Wat vond je de minder leuke dingen? Je moet af en toe vrij heel lang wachten en krijg je allemaal gezeik aan je kop de hele avond door. Dat is niet zo leuk, maar dit is zo. Wat zitten voor gezeik dan? Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is niet verder onder buiten te dragen. Maar in ieder geval, dat kan heel vervelend zijn. Maar is het een soort geestelijke mishandeling? Nee, het is geen mishandeling. Je wordt gewoon op je plaats gezet en er wordt gewoon verteld wat je fout doet en wat je wel goed doet. Daar moet er wat aan veranderd worden, maar het is geen mishandeling verder. Maar het is gewoon vooral moeilijk omdat je heel weinig slaapt. En dan ben je moe en snel geïrriteerd en daardoor wordt het slaap. Ligt er nog in, hoor. En dit was mooi. Het is wel voor het mos. Apex. Zeg even mooi. Moet je rood worden. Wat heb je gedaan? Smerigheid gegooid. Jongerenjaar. Hoe aan die puk op je voorhoofd. Feiten. Puk op je voorhoofd gekregen door... Gooi dat met. Wat wil je nog meer weten? Nou, een jaar... Ga niet aan mezelf doen. Of je dit... Doe je dit vrijwillig? Ik doe het vrijwillig. Ja, maar wij laten dus onder dwang die dingen doen door de feut. Wij dwingen dus wel de bepaalde mensen. Wij zelf doen het vrijwillig. Ik ga alweer weg. Maar die feut hier is gewoon je kont aan. Neem hem maar, hij weet niet. Waarmee doet een jasje-dasje-jaars? Sorry meneer Timmer. Top zuur vanavond. Meneer, de prijs is! Het is ernstig! Het is bloed, geloof ik! Oh jee. Jij bent ook feut? Nee, ik ben geen feut. Ja. Wat dan? Ik ben eerstejaars. Oh. Maar waarom ben jij niet nat? Waarom ik niet omdat ik eerstejaars ben? Het verschil tussen nuldejaars en eerstejaars. Oh, je hebt nuldejaars. Maar jij bent dus, jij hebt dus hun de gracht ingemieterd? Nee, ik heb ze niet de gracht ingemieterd. Doe ze vrijwillig. Nee, ik heb het gedaan. Hoezo? Oh, dat heeft het gedaan trouwens. Waarom denk je dat ze dat vrijwillig doen? Ze willen er graag bij en moet je iets voor over hebben. En als zij het zelf niet willen, nou ja. Doen ze het niet. Zit jij in een gemengd dispuut of in een... Die pleurislijst had het verdiend, man. Zit jij in een gemengd dispuut of in een... Hou eens op. Mannen. Waar zien we vandaan? Maar je broer had wel een fleur in de waarom? Ik heb altijd naar de gemengd dispuut willen gaan, maar mocht er niet bij. Nee, ze mochten me niet. Nou, ik zit in het bestuur van dispuut en... Ik ontgroen dus niet. Dat doet het groen bestuur. Hij is groen bestuur. Ik sta boven het groen bestuur, zeg maar. Is het niet zo dat veel koorjongens trek hebben aan een vriendin door al dat samenhokken met jongens? Ja, ik wel, ik wel. Jij hebt geen vriendin? Nee, ik moet iedere nacht drie keer rukken en dan kom ik nog niet bij. Heel kut. En hoe is dat bij jou? Maar ik wil ook bij een gemengd spuut, dat weet je. Nou, het is mijn vriendin is net uit, omdat ik dus bij een ongemengd spuut zit. Op die basis is het uitgegaan. Ja, was de hel. Mannen onder elkaar, hè, dat werkt niet. Zij kwam dus van een gemengd dispuut en ze vond het zo vervelend dat een beetje dat hengstebal. Dus daar was ze een beetje moe van. Gaan we die gasten slopen? We moeten even stokken gaan verzamelen nu. IJzeren staven. Gasten gaan we slopen. Maar waarom doe jij dit? Ik doe het leuk vind. Ik heb het altijd van. Heb jij deze gast uitgenodigd? Macht, dat is zo lekker. Dat waren altijd in deze. Kikker is. Je mag hier wat filmen momenteel, hè? Zo niet. Dat weet je. Dat zijn aangelegenheden waar jij helemaal zeker mee te maken hebt. Wat? Student TV Pilsa? Heb jij een feutje anders al vrijgelaten? Of zit je nog opgesloten? Kut, die heb ik in die ijskast laten zitten.